75 business professionals kwamen in Hotel van de Valk in Gilserijen bijeen voor de Bobborrel. Aan deze bijeenkomst ging een Bob Masterclass vooraf. Onder de energieke leiding van Walter Vermeer en Erwin Steylen volgden zij een masterclass Pump Up Your Company. Hoewel de groep timide en rustig begon, kwam de sfeer en positieve energie al snel tevoorschijn. Hier is je gastheer Walter Vermeer! Ik heb een heel eenvoudige vraag. Als het antwoord ja is, mag je even gaan staan. Wie van jullie is er ondernemer? Ja. Ja? Ja, is wel goed om te weten. Oké. Wie van jullie is een ondernemer met heel veel energie? Mag je even gaan staan. Echt heel veel energie. Ja, echt heel veel. Door middel van verschillende muziekstijlen, grappige sketches en interactie met het publiek proberen Vermeer en Steylen je uit de stoel te krijgen. Het heft in eigen handen te nemen. Al snel wordt duidelijk wie initiatief toont en wie volgt om iedereen naar 100% energie te krijgen. En dan gebeurt er het volgende. Ja. Ja, ja. Ja, ik zie het gebeuren. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Ik vond het heel lekker gaan. Het is natuurlijk altijd aan de mensen in de zaal om te bepalen of het ook leuk was. Wat wij proberen is 100% energie over te dragen in 3 kwartier. En ik denk dat het gelukt is, want ze stonden op de tafel en op de stoelen. En volgens mij zijn ze met die energie nu inmiddels op de borrel. Ik heb zeker wat geleerd. Het is gewoon het enthousiasme waarmee je uiteindelijk je werk kan doen en waarmee je je eigen ding kan doen, vind ik gewoon super. Ja, het steekt wel aan, laat ik het zo zeggen. Maar ik laat me ook snel aansteken, moet ik zeggen. Ik vind het echt heel erg leuk. Masterclass, dat houdt in, of tenminste dat wekt de verwachting dat het iets zakelijks is. En ik vind dit een entertainment show. Neem niet weg dat ik het niet leuk vond hoor, ik vond het hartstikke leuk. Maar ik vind het woord masterclass niet goed gekozen. Bij een masterclass kan je van alles bedenken aan een postdoctorale studie of zo, weet ik veel. Maar wat ik het goede vond is dat het heel kort en bondig was. Het is niet zo'n heel langdradig verhaal, maar heel interactief. Ik vond het gewoon heel erg goed. Ik heb één ding van opgestoken en is dat ik morgen een nummer ga zoeken wat bij mijn zaak past. Oh ja. Dus heeft u al een idee? Nee. Ik heb nog geen idee. Ik ga eens even Spotify langs. En ik denk dat ik gewoon alle ondernemers op moet roepen om dat ook te doen. En de eerstvolgende meeting, dat nummer te laten horen. En te zeggen, dit is ons nummer van de zaak. En eigenlijk gewoon een beetje hypen, dat is leuk. Ik neem mee dat je inderdaad je talent en daarnaast energie moet nodig hebben. Maar bij die grafiek, met name het talent en de drive, dat je die echt moet stimuleren ook aan andere mensen. Dat neem ik wel mee, ja. Ja. Je krijgt wel energie van op het moment dat je echt meedoet. Ja, je ziet dan op het moment mensen om je heen die dan niet meedoen, die zullen er ook weinig energie van krijgen. Ja. Op het moment dat je op die stoel gaat staan en op het moment dat je meedoet, krijg je er ook echt energie van. Ja, dan moet je uit je comfortzone. Ja, dat is nou eenmaal. Maar ja, goed, dat was ook een beetje het doel natuurlijk. Nou, dat je toch altijd op zoek moet gaan naar die energie. Hoe moeilijk het ook kan zijn. En niet elke dag is het leuk en hosanna. Maar probeer elke keer weer die schakeling te maken naar die energie, zodat je toch weer er tegenaan kan. Nou, ik loop al wat langer mee. Ik weet niet of ik er wat van geleerd heb, maar dat enthousiasme spreekt me wel aan. En ik weet dat je als een directeur van een bedrijf met een chagrijnig gezicht rond gaat lopen, dan loopt aan het einde van de dag dat hele bedrijf met een chagrijnig gezicht, terwijl je dat zelf niet in de gaten hebt. Als je positieve energie erin put, dan gaat dat ook. Dus het is ontzettend belangrijk dat een manager of een directeur of een bedrijfsleider een energie uitstraalt. Dan gaat dat hele bedrijf mee. En die invloed is veel groter dan je denkt. Ik denk dat als je dat vandaag goed geluisterd hebt en je gaat dat ook toepassen, dat je merkt dat het echt werkt. Nou, sprak ik net ook iemand, een bezoeker, en die zei van ja, ik vond het niet echt meer een masterclass, maar meer een show. Deelt u die mening? Die mening deel ik voor 100%. Maar een masterclass hoeft niet altijd voor 100% inhoudelijk te zijn. Wij proberen een leuke combinatie te maken tussen content, inhoud en vermaak. Kijk, normaal gesproken spelen wij natuurlijk voor bedrijven. En dan speelt daar één verhaal. Nu spelen we voor 180 ondernemers. Dus dan stippen we de dingetjes een klein beetje aan. Nou, raken we iets minder de diepte.
Maar we gebruiken het zeker, maar koppelen dat aan die energie. Na de masterclass voegden zich nog eens 150 mensen toe aan het gezelschap voor de welbekende Bobborrel. Die werd gehouden in de vide van het onlangs smaakvol gerenoveerde Hotel van de Valk. Deze locatie heeft inmiddels 4 van de 5 hamers behaald. Dit is een klassificatieregeling voor congres- en vergaderzalen. Een uitstekende plek dus voor een Bobborrel. Bob staat voor business ontmoet business, hè? Maar eigenlijk verbinden wij ondernemende mensen. Regio Business brengt ondernemers met elkaar in contact. Dit doen ze door middel van geanimeerde borrels, debatten, masterclasses en golfdagen. Maar ook door het uitgeven van zakenmagazines en activiteiten op internet.